ergens hier. Even kijken, is er 65 hier? Ja. Ah, ja, ik zie ook een zwarte auto, dus even kijken wat er aan de hand is, jongens. Even kijken, het is wel heel raar hier. Oké, okay, iedereen moet wel zijn gordel om doen, dan kunnen we terug naar de kazerne. Mag je doorgeven dat we over 6 minuten bij de kazerne zijn? Ja! Wat doe je nou weer lang? We hebben gewoon Zitten en dat iedereen er piekfijn uitziet. De journalist zal wel het interview afnemen,
Dus we gaan eraan zo op je wachten. Over. Jongens, je moet je, je moet er goed uitzien. Je, ja, je vlammetje moet aan de voorkant zien. Alles moet goed zitten. Hij zit ook helemaal schuin, Bob. Ja, Bob. Ja, dit knipje. Dit knipje moet hier. Bobby, ook. Kijk. Oké, okay, iedereen zit mijn vlammetje voorop. Even kijken. Ja, die vlammetje zit voorop bij mij. Terug. Nee. Zit mijn vlammetje voorop? Nee. Ja, die zit nee. Zit mijn vlammetje voorop? Ja. Ja, ja, mijn vlammetje voorop. Ik ben mijn vlammetje. Ja, nee, van jou. Je ziet dat deze dingen net. Dat mag niet! Jongens, hier gaan we een brandje mee blussen. Dat mag niet! Niks gebeurd. Afblijven. Afblijven, moeder, ga je. Ja, ik ben jammer. Ik heb honger. Ja, hier nou, jongens, we zijn een beetje volgens mij voor de gek gehouden met de lekke band. Dus willen jullie even controleren of dat de band lek is? Want volgens mij zijn we een beetje voor de gek gehouden in de melkkamer. Dus even willen controleren dat de band nog goed is. Dat is goed hoor. Ja, en de andere kant. De rechter. Welke kant was het nou? Links of rechts? Nee. Ik schrok al, maar ik begreep dat die man een. Abonneer jezelf nu op ons YouTube kanaal en ontvang elke 3 dagen een nieuwe leuke video over onze brandweerauto.